feel paralyzed. Ah, de kijkers van mijn kanaal! Jullie zijn de grootste bazen van de hele wereld! Jullie hebben op de nieuwe video geklikt! Kijk, doe al een duimpje omhoog. Klik op het duimpje omhoog. Oké, even een tutorial voor de mensen die niet weten hoe je duimpje omhoog doet. Je scrolt dus een mini beetje onder deze video. En daar klik je op het duimpje omhoog. Oké, ja, doe dat nu. En wij gaan beginnen aan de video. Oh my god, guys. Oké, like. Vandaag gaan we hele coole dingen doen, maar echt. Wow, wow, wow. Eigenlijk weet ik nog niet wat we gaan doen. Maar daar kom ik zo meteen wel op. Dus jongens, we gaan beginnen aan de video. Smash die like, drop een commentje, deel deze video. Ik ben Ace en ik zou zeggen, let's go. Bij mezelf van, hey, ik neem even een leerpauze en ik ga een video opnemen. Kijk, why the fuck is mijn haar weer fucked up? Zo is het slechte haar weer gefixt. Ik ga binnenkort naar de kapper en ik ga mijn haar helemaal anders knippen, zie jullie dat wel? Wij gaan nu beginnen aan de video. Het wordt een leuke video. Vandaag gaan we eigenlijk mensen uitlachen, wat natuurlijk super cool is. En dat gaan we doen op mijn manier, want ik zat te denken, ja. Dat gaan we doen op mijn manier, want laatst op het sociale netwerk Facebook, zag ik erg veel selfies en foto's van mensen. Ik bedoel echt, wow, fucking veel foto's van mensen. En zij zetten daar dan bij summer feelings. Oh my god! Maar echt, wow, soms zie je zo'n keer één foto, summer feelings. Soms zie je er 24. Maar zonder te liegen, ik zag tering veel foto's, summer feelings. Wow, 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 even serieus. Summer feelings. Ze willen zomer, dat snap ik wel. Maar waarom moet je dat delen met de wereld? Iedereen wil toch zomer? Summer feelings! Ah! En de hele tijd die kut smileys daarbij. Kut emoticons. Als je niet weet waarover ik het heb, kut smileys. En die foto's van summer feelings, dat is altijd in deze periode. Dat is hetzelfde als het sneeuwt. Daar allemaal mensen op Facebook gaan zetten. Wauw, het sneeuwt. Ik kan ook zien dat het sneeuwt. Moet jij dat toch niet op Facebook zetten? Ik bedoel, de generatie is zo hopeloos. Maar echt zo hopeloos. Dat er zelf mensen zijn die video's van zichzelf online zetten op YouTube. Waar ze deze dingen gaan becommentariëren. Het is zo erg dat ik mijn tijd zit te verspillen aan video's maken. Oké, maar. En als het zo is, dan is het zo. En als het niet zo is, ja, als het niet zo is, dan is het niet zo. Wat ik wel heb geleerd, is dat mensen zich anders gaan gedragen in de zomer. Want in de winter hoor je niks van hen, zie je niks van hen op internet. En is er eigenlijk nul activiteit op hun Facebook. En in de zomer plaatsen ze elke dag een foto van andere mensen. Waar ze dan bij schrijven, hashtag #BF63. Wow, hold up. Hey. Welke fucking taal spreek jij? Even enkele voorbeelden. Schat, Xira en allemaal andere random shit. Ik bedoel, je kan toch gewoon Nederlands spreken. Het is toch niet zo moeilijk om één keer gewoon een echte Nederlandse zin te schrijven. Als jij mensen kent die dit doen, stuur deze video op naar hun huis of zo in de envelop. Het moet stoppen. Stort nu jouw geld op het nummer 0738743487584363. Misschien houdt het ooit op. Wij hebben jouw steun nodig. Wel vandaag. Maar oké, iedereen zijn eigen manier van doen. Snij jij graag met een zakmes je oren eraf? Dat zou ik zeggen, doe dat zeker. Maar ik ben Aceit, ik maak filmpjes op YouTube. Jij bent Henk en jij bent de steen. En hierbij zou ik zeggen, doe op like. En ik ben Aceit en ik zou zeggen, jongens, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Doe dat zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Aceit en ik zou zeggen, klik hieronder voor de vorige video. Of voor een random video, als jij durft. Klik op een random video en misschien kom je wel bij een video van een vrouw die haar kleren afdoet. Who knows? Ik ben Aceit en ik zou zeggen, jongens, geniet nog van jullie dag. Leer veel voor de examens. Let me know how your exams go. Ik ben Aceit en ik zou zeggen, jongens, adios. En tot de volgende keer. Ja. Yeah.